ziet hier verschillende kraampjes waarin alle ouders die iets doen, die presenteren zich hier. Dus zo proberen we vanmiddag eigenlijk op allerlei manieren allerlei dingen te presenteren die allemaal gaan over opvoeden en ouders. Ik ben bewoner hier in Overvecht en zeer betrokken ook bij alle activiteiten hier in de wijk. Vooral bij het moedernetwerk, waarbij politie, DOC, Almahal en de gemeente bij elkaar komen. En dan bespreken we allemaal thema's waar het gaat over opgroeien in Overvecht op een veilige manier en over veiligheid. Eigenlijk is het ontstaan vanuit een bijeenkomst van een aantal initiatieven vanuit Ouders van Betekening vanuit Overvecht. En die moeders zeiden zo'n anderhalf jaar geleden van ik wil eigenlijk wel gewoon aan de buurt laten zien dat wij goede moeders zijn. Nou, een mooi voorbeeld daarvan was de duizendpoot. Op ieder kaartje van de duizendpoot staat een taak of een rol van een moeder of een vader. Speelmaatje, psycholoog, kleurenexpert. De duizendpoot laat zien wat moeders allemaal doen. En zeker in tijd van corona moeten de moeders zoveel doen. Moet leren, moet koken, moet schoonmaken. Dat betekent duizendpoot. Ja. Wij hebben een groep moeders en die hebben bedacht dat ze een schilderij wilden maken. En nu willen wij aan u vragen of u het schilderij wilt onthullen. Het is een schilderij wat niet alleen prachtig om te zien is, maar ook een belangrijke boodschap in zich draagt. Namelijk de wortels. Een boom kan niet zonder wortels, wij kunnen ook niet zonder wortels. En die wortels die gaan over waarden. Het gaat om goed gedrag, het gaat om eerlijkheid, het gaat om een open blik, het gaat om aandacht voor elkaar en ook respect. En waarin het ook heel belangrijk is om als opvoeders allemaal een vergelijkbare aanpak te kiezen. Als je het hebt over opvoeden, dat is voor iedereen hetzelfde. Dan maakt het niet uit of je hoog of laag opgeleid of dat je van een andere cultuur komt. Dat gesprek en daar gewoon met elkaar over hebben, ingewikkelder is het niet. Dat proberen we hier te stimuleren.